Deze opdracht gaat als volgt. Speel het verhaaltje genaamd Betty en Harry hebben superveel gevoelens. Of hoe Harry zijn pink op een dag zo krom kwam te staan als een zwanenhals. Speel het gewoon na in jullie kamer. Je mag het nog aanpassen, de rollen veranderen, dingen in de tekst veranderen. Maar speel eens een toneelversie en laat het filmen in jullie slaapkamer. Veel succes!